Deze meditatie wordt verzorgd door kandidaat Guid. Vorige maand dacht ik met u na over uh, de laatste woorden van het boek Sefania. Het ging over een zwijgende God. Vandaag staan we weer met elkaar stil bij de laatste woorden van een Bijbelboek, het Bijbelboek Haggi. Alleen dat zijn deze keer verzen waarin God juist weer de sprekende God is. We lezen Haggai 2 en daarvan de versen 21 tot en met 24. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24ste van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn bereider omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heer van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heer. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen. Spreekt de heren van de legermachten. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Wat is het, Anno 2022, ingewikkeld om te bouwen aan het huis van God? Misschien bent u die vandaag naar deze overdenking luistert wel een ouderling of diaken in onze gemeente. En misschien dat u bij deze eerste zin van de overdenking wel denkt. En al die vergaderingen die u al heeft meegemaakt. Langdurige gesprekken, waarin u samen met de andere broeders hebt nagedacht over allerlei thema's die de koers van de kerk in de 21ste eeuw zullen bepalen. Wat zijn nu juist de besluiten om te nemen voor onze hervormde gemeente in Katwijk, in deze roerige context waarin de kerk staat? Hondige kerkgangers. Weerstand van buiten, oplopende kosten in een krimpende gemeente. Bouwen aan het huis van God als kerkraadslid is maar wat ingewikkeld. Een andere luisteraar is misschien wel uh, jeugdwerker, clubjuf, zondagschoolmeester. Je probeert je steentje bij te dragen aan het huis van God. Om de jongeren iets bij te brengen van God en van het evangelie. Maar je merkt het desinteresse. Of het gebrek aan bijbelkennis bij kinderen. Hoe ingewikkeld is het eigenlijk wel niet? Om te bouwen aan het huis van God. Misschien bent u wel predikant in onze gemeente. En luistert u ook eens naar de overdenkingen van dagelijks woord. Dienaar van God. Ooit enthousiast begonnen. En ja, misschien nog steeds wel enthousiast, maar op zijn tijd ook ontmoedigd. In de loop der jaren heeft u de kerkbanken leger en leger zien worden. Kerkgangers begonnen meer met meningen te strooien dan met getuigenissen over wat God onder de verkondiging met ze had gedaan. Het leef vroeger toch allemaal veel beter, mooier, veel geestelijker. Wat is het anno 2022 ingewikkeld om te bouwen aan het huis van God? Wat was het anno 515 voor Christus ingewikkeld om te bouwen aan het huis van God? De ballingen waren teruggekomen uit Babel en hadden gehoopt om het huis van God weer in volle glorie te herstellen. Maar de realiteit haalde hun dromen in. Er kwam weerstand van de mensen uit de omgeving die tegen de herbouw van Gods huis waren. De financiële middelen werden alsmaar schaarser, helemaal toen koning Darius de subsidie die koning Kores ooit had ingesteld, deed ophouden. De geldkraan ging dicht. En naast al die ellende van buitenaf was er ook van binnenuit enorme teleurstelling. Toen de ballingen zagen wat ze aan het bouwen waren, raakten ze teleurgesteld. Die tempel van vroeger, Salomo's tempel, dat was pas een gebouw, dat was veel mooier. Wat was het, Anno 515 voor Christus, ingewikkeld om te bouwen aan het huis van God? Die bouwers toen, hè? Die bouwers aan die tempel van God, ze raakten ontmoedigd. Ze staakten het werk, teleurgesteld, zo teleurgesteld. Ze konden wel een bemoedigend woordje gebruiken. Misschien wel net als u. Of als jij. Oudeling, jeugdwerker, dominee of wie dan ook, op welke manier je ook bouwt aan het koninkrijk van God, je kunt wel een bemoedigend woordje gebruiken. Dat bemoedigende woordje kwam. Want te midden van dat ingewikkelde werk van de bouw aan Gods huis klinkt er ineens een stem. Het is de stem van Hagai die woorden heeft ontvangen, woorden van een God die aan de slag gaat. Woorden van een hemelse bouwmeester die zijn personeel niet in de put laat zitten, maar die opstaat en zegt, ik zal. Vijf keer klinken die woorden in die paar versen die we met elkaar hebben gelezen. Vijf keer, ik zal. God zelf bouwt aan zijn huis. God zelf verbreekt de weerstand van de tegenstanders als Hij belooft hier in deze verse om de Koninkrijken omver te werpen. De paarden en de ruiters te zullen neerstorten. Het is taal die doet denken aan de geschiedenis van Israël. Taal die doet denken aan de uittocht uit Egypte en de intocht in het land Canaan. Had God toen ook niet de koninkrijken omver geworpen? Had God toen ook niet het paard en zijn ruiters verslagen? Hij zal het weer doen, zo profeteert Haggai. God zal het weer doen. Het volk hoeft niet te vrezen dat het huis nooit meer wat wordt, want God staat garant voor zijn eigen zaak. God zelf bouwt aan zijn huis, dwars door mensen heen, dat wel. Zeg ouderling, jeugdwerker, dominee, haspedi vrijwilliger, pastor, student of wie je ook maar bent... Al voelt het misschien alsof je met een keukenmesje de vijand te lijf moet gaan. Vergeet toch niet dat je de god van de legere machten aan je zij hebt. En al voelt het alsof je je leven lang slechts één geestelijke baksteen hebt kunnen metselen aan het huis van God. Vergeet toch niet wie de bouwer en de ontwerper is van het huis waaraan je werkt. En daarom zou ik vandaag tegen je willen zeggen: "Kom op, Neem vandaag met goede moed de gereedschapskist weer ter hand. Metsel met vertrouwen. Al verleg je vandaag in eigen oog een kiezelsteentje. Het kan van grote betekenis zijn in de ogen van de Here. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt, want ooit was er een steen. Die door de tempelbouwers verachtelijk werd een plaats ontzegd. Maar tot verbazing der beschouwers werd die steen door God ten hoofd des hoeks gelegd. Het was door een werk van Gods alvermogen geschied. De God van het ik zal. De God met de naam. Ik zal er zijn. Laat je zo bemoedigen vanmorgen door de profetie van Haggai die klonk in die donkere dagen, in die tijd dat het zo moeilijk was om aan het huis van God te bouwen. En als je vandaag op welke manier dan ook, hoeft echt niet alleen maar in de kerk, kan ook op kantoor of waar je ook werkt, kun je bouwen aan het Koninkrijk van God. Bedenk dit vandaag. Dat je de God van het ik zal dient. De God die erbij is, Hij heeft gezegd en beloofd: Ik zal. En zijn naam is, ik zal er zijn. Zullen we samen bidden? Heren, wij bidden u voor al het werk dat gebeurt in uw koninkrijk. Zegen iedere bouwer die werkt aan het huis van u, juist in deze tijd, die zo ontzettend lastig is. Wij bidden u voor onze gemeente. Geef ons de geestelijke, maar ook de hele praktische en financiële middelen om door te blijven gaan met het arbeid in uw koninkrijk. Wij bidden u voor onszelf. Geef dat wij de moed niet op zullen geven. Maar stug door blijven werken in de wetenschap dat het uiteindelijk niet ons werk is dat het doorslag geeft. Want als u het huis immers niet bouwt, ja, te vergeefs bouwen de bouwers eraan. Geef ons daarom zicht. Op de steen die door de bouwers veracht werd, maar die een hoeksteen is geworden. Jezus Christus, die alles heeft volbracht. In zijn naam bidden wij u het. Amen.